alle gemeentes zijn daar niet zo van overtuigd. En dat is het probleem, dat is jammer. Ik heb net die grote steden genoemd, zoals Enschede, Hengelo, maar ook Deventer. Drie prachtige steden. Hè, als ik, en dan denk ik van, waarom is daar niet een grote camperplaats? Hè, of andere plaatsen. Ik kijk even naar mijn witte vlekken op mijn, binnen Overijssel. En denk ik, Raalte, dan moet je toch een prachtig mooie camperplaats hebben. Hè, maar dat geldt ook voor, wij spreken voor Hardenberg. Dat geldt ook voor andere plaatsen. Zorg dat je een camper... Dan komt hij weer. Het is ook ten goede van de middenstand. En de gemeentes, want kijk, indirect werkt het ook nog mee. Want wat doen wij als achter? We gaan naar musea, we gaan cultuurhappen, we gaan naar muziekcentrums, enzovoort, enzovoort. Dus indirect draag je dan bij aan de kostendekking van waar de gemeente jaarlijks subsidie aan geeft, aan het onderhouden van bepaalde dingen. En landschappelijk gaat het ook. Als ik kijk, wat bijvoorbeeld hier, laat me hier en nu houden, deze eigenaar gedaan heeft om dit terrein mooier te maken. Dat is alleen maar een aanwinst voor het hele gebied. Hij onderhoudt het beter, zijn toegangswegen zijn beter. En dat zie je overal. Overijssel, daar waar camperplaatsen komen, dan gaan mensen kijken naar de natuur en kijken hoe ze het kunnen verbeteren.